Dit jaar vond de 7e editie plaats van de Proeftuin in Bokstel. Dit evenement van Lions Club Bokstel Bellamy's vond plaats in de tuin van het Sint-Lucas. De opbrengst van dit jaar gaat naar de aanleg van een wandeltuin met kunstwerken bij verpleeghuis Lidwina en aan Stichting Alzheimer. Zo'n 1000 bezoekers konden genieten van heerlijke hapjes, lekkere wijnen en mooie muziek. En voor de kinderen was er een speciaal programma met diverse leuke activiteiten georganiseerd. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, it's your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, it's your desire. It's your desire. En er zijn al 300 mensen binnen. Daardoor vinden wij het wel nu al bijna geslaagd. Ondanks dat het best wel stevig is voor die mensen. Qua weer. Het is qua temperatuur natuurlijk niet het meest ideale. Op 14 april vond de informatieavond over de herinrichting van het centrum van Liemde plaats. Er was veel belangstelling voor de plannen van Speel en de zaal in het Hof van Liemde zat dan ook helemaal vol. Ik schat dat er ruim 100 zijn. Nou, we hadden wel verwacht dat de opkomst wel groter zou zijn dan in de eerste informatiebijeenkomsten. Want dan zijn het nog vage plannen. Maar nu het concreet wordt, wordt het voor de mensen ook interessanter om naar te komen luisteren, denk ik. Ja, een heel eind de goede richting in. En een paar kleine opmerkingen. Nou, een ingrijpende gebeurtenis. Al met al, dat zou allemaal van plan zijn. En ik vraag me eigenlijk af of dat allemaal te realiseren is in de korte tijd die ze er nu voor ingepland hebben. Nou, ik vind het goede plannen, maar er zitten wel dingen bij dat ik denk van nou... Dat zou ik anders doen. Maar rond het Concordia Park zou ik zeggen, nou alle bomen maar vervangen. En niet die drie oude laten staan, want die zijn over een paar jaar ook aan de beurt, denk ik. Dus, Nou, die plannen op zich staan me goed aan. Het ziet er netjes uit. Heel veel groen, want daar hou ik van. Heel veel groen in het centrum. En dat is wel belangrijk. Dus, en zijn de plannen goed toegelicht? Ik vind het een goed plan. Het ziet er heel leuk uit. Er zijn ook punten verbeterd die we aan hadden gedragen. Het ziet er gewoon heel leuk uit. En ik ben benieuwd of het allemaal wil lukken wat er staat. Maar er zijn wel dingen dat ik denk van nou, die bloembakken zie ik ook nog niet zo zitten allemaal. Dat vervangen en naar binnen brengen en naar buiten halen. Dat zie ik ook nog niet zo zitten. Zeker een goede aanwinst voor Liemde. Verder ben ik niet zo kritisch. Het gaat allemaal prima volgens mij hoor. Dus, Nee, niet zo kritisch. We hopen dat het gewoon voor iedereen een stuk aantrekkelijker wordt. En vooral voor Liemden op zich. En dan is er iedereen bij gebaat natuurlijk. En het is goed dat er iedereen vooraf kritisch een keer naar gekeken heeft. En op die manier een heel mooi plan op tafel gekregen heeft. Mooi plan. Het mooiste van het plan. Ja, dat er eigenlijk toch het gehele centrum op deze manier aangepakt wordt. En in één keer uitgevoerd wordt. Dus dat je daar ook wel eenheid krijgt, zeg maar, vanaf de tip tot het gehele plangebied eigenlijk. En dat is eigenlijk voor iedereen een mooie uitkomst en ook een mooi geheel dadelijk. En ik hoop dat het over een jaar klaar is en dat we dan weer in een mooi Liemte mogen en kunnen wonen. Ik ben er blij mee. Dat is één ding waar zeker is. Op zaterdag 23 april
startte om 4:00 op initiatief van Joop de Lange de jaarlijkse spinningmarathon voor het goede doel. Na 24 uur kon op zondag de opbrengst van circa 6.000 euro worden overhandigd aan de vertegenwoordigers van het Ronald McDonald Fonds en de stichting Kinderen van de Voedselbank. In ons programma Dommeland Sportland besteden we binnenkort uitvoerig aandacht aan dit evenement. Het is de 8e marathon dit jaar, dus ik heet jullie allemaal van harte welkom. Blij weer oude trouwe gezichten te zien die ieder jaar hier weer op de fiets zitten. En ik denk dat we op dit moment kunnen gaan beginnen. Ik werd er stil van, want we hebben toch in totaal 5892 euro en 14 cent opgeleverd. En dit betekent dus dat voor zowel kinderen van de voedselbank 2946 euro en 7 cent ligt, maar ook voor het Ronald McDonald Huis. Dus ik denk dat iedereen tevreden kan zijn. Dank u wel. Ja, ik sta hier bij Joop de Lange, de grote organisator van de Spinning Marathon. Joop, dit is niet de eerste keer. Hoeveel keer hebben jullie dit evenement al georganiseerd? Dit is de 8e keer. Jullie doen dat ieder jaar voor een mooi doel. Jullie hebben nog een hele hoop sponsors. Gaan jullie in de toekomst dit voortzetten? Ja, de komende jaren blijft het nog gewoon een Spinning Marathon. Maar voor andere doelen waarschijnlijk. Ik sta hier bij een van de dames die deelgenomen hebben aan de Spinning Marathon. Is het de eerste keer dat jij deelneemt? Het is de derde keer van mij. Hoeveel uren heb je op de fiets gezeten? Ik heb vandaag 12 uur gedaan. Koninklijke onderscheidingen. Op 26 april kon burgemeester Mark Buys 4 koninklijke onderscheidingen in de Orde van Oranje-Nassau uitreiken. Antoon van der Zanden uit Liemde kreeg een lintje voor onder andere zijn langdurige inzet bij voetbalclub DVG. Aan Jacques Habraken uit Bokstel werd de onderscheiding uitgereikt voor zijn verdiensten als medeoprichter van het Gilde Sint Barbara en Sint Joris en zijn bestuursfunctie bij Museum Mubo. Tony Wagenaars-Vroomans uit Lennesheuvel werd onderscheiden voor haar langdurige activiteiten voor weeskinderen en daklozen in Brazilië en als vrijwilliger voor de Heilig Hartparochie. Niet op de foto staat Lia Jansen Habraken uit Bokstel, die ook een lintje zou worden opgespeld voor haar verdiensten voor onder andere de Zonnebloem en het project Het Bewaarde Land. Door vakantie kon de uitreiking nog niet plaatsvinden. Verwoestte een felle brand een woning aan de Seelische Wal. De aangrenzende huizen werden nat gehouden om te voorkomen dat de brand zou overslaan. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Wel moesten de aanwezige huisdieren door een dierenambulance in veiligheid worden gebracht.
woensdag 20 april moest de brandweer uitrukken voor een autobrand op de A2. De auto brandde volledig uit. Er zijn geen gewonden gevallen. Vanwege de brand stond er een kilometerslange file richting Eindhoven.